Hallo mensen! Nee, we zijn aan het filmen, dan mag er geen geluid aan. Hoi! Het is weer wachten op Daniel. Goedemorgen trouwens. Ik weet niet hoe je dat ziet. Want het is 151 kilometer, dus als we gemiddeld 151 rijden, dan zijn we er met een uur. Ja, kom maar aan. Het is geen politie dat we het schoonmaken. Politie zeg. Ja, er staat een bordje politie. Oh. Oh, jullie lopen verkeerd jongens. Ja, niet goed. Je moet er naar een vliegtuig toe. Man, moet ik naar elkaar helemaal omheen rijden. Ga niet goed dit. Ik ga niet goed. P8. Nee, dat is niet goed. Nou, we hebben er allemaal zin in. Ga je slapen? Met dit net die verf gestart. Wat gaan we doen dan? Niet vliegen. Oh, jij bent als vier. Ga weer naar actie. Dat je influent bent. Even een poosje hoor, even een poosje. Hé, hey, maar hebben we al gezegd waar we nou eigenlijk zijn, of niet? Hongarije! Hoppatee! En waar ben jij? Ik ben in Miami. Nice. Ja. Just landed in Madrid from a very nice trip in the airplane. And now we are waiting for our luggage and then we are going to kart. To kart? Drive a kart. We're going to what? We're going to go-karting. Iedereen weet... Hey! Hey, abonneer hè! Als we naar de kartbaan gaan, dan moeten we natuurlijk wel in stijl doen. Dus we hebben een golf meegekregen. Mark gaat rijden, als het maar goed gaat. Nee, die komt niet goed. Bitches volgen mij nu als een fucking track and trace. Waar naartoe? Ik stop met werken als ik 30 ben. Bij kilometer tellen krijg je ook zo'n rood streepje van mijn hartje, man. Gaaf. We zijn geland in Madrid en we hebben de huurauto opgehaald. We hebben een upgrade gekregen. We rijden nu in een Golf 8, dus dat is helemaal top. We zijn onderweg naar de eerste kartbaan. Dat is wel de minste van allemaal. Alleen, ja, ze nemen ook de telefoon niet op. Dus het is even de vraag of die open is. Daar gaan we zo meteen achter komen. Ja hoor, we hebben hem gevonden. De bestemming is links van je. Ja, dat hebben we gezien. Bereikt. Hoppatee. Kijk, goede toegangsweg. Netjes. Dit ziet er top uit. Paardjes. Daar komen we niet voor. Een moment van. Het hek staat open. Kun je hier gaan parkeren? Oké, los Arrivos. Los Arrivos, daar komen we naar op de eerste kartbaan. Ziet er niet uit. De vraag is alleen of die open is. Wat denk jij, Mark? Ziet die er heel dicht uit? Het hek staat open daar zo. Alleen, of hier nou een kart is nog een beetje de vraag. Als we dat kunnen, gaan we dat natuurlijk doen. Okay. Het restaurant is dicht. Ja. En verder ziet het er ook een beetje dood uit. De maan ziet er uitdagend uit. Kun je die mensen hier nog even een keer bellen? Ja, dit is Dramaticos. Dramaticos. El Dramaticos. El Dramaticos. Zal ik ze even bellen? Bel ze even. Ja, bel jij ze even met je engel. Wacht even. Yes, we are at your car. Can we want to drive? Can we
in, zie je dat? Plekje 1 is zo voor mij, als ze binnen zijn. We zijn dus naar deze baan gegaan als eerste, omdat dit echt veruit de minste kartbaan is van heel Madrid. Je ziet het aan de bandenstapels, als je hier doorheen rijdt, dan ram je gewoon vol het terras op. Er zit zelfs een hond, die rij je dan ook gewoon aan, maar dat maakt allemaal niet uit. Het is 4 bochten en de baan duurt maar 18 seconden. Maar ja, als er niemand is, dan kunnen we ook niet rijden. Ik zie nu wel trouwens iemand uit het raam kijken, dus misschien komt er nog iemand. Hey, goed nieuws, want er zijn mensen. En we kunnen rijden. Ja, ja. Of het heel leuk wordt, dat is even de vraag. Maar daar gaan we achter komen. Kom maar. Wil jij mee? Kom maar. Kom mee doen. Waar loopt hij al? Gaat hij goed? Gaat hij goed? Oké, okay. And you press the...
hè? Handen, jongen. Oh, inderdaad. Kramp in je handen? Ja, echt wel. Vooral tijdens het rijden. Ik kom er wel weer een beetje mee, maar tijdens het rijden, jongens, zo. Ben je gegeven continu van het stuur af. Ja. Echt bizar. Ja, en we hebben nog van die handschoenen inderdaad, ja, waar nog een beetje grip op zit, maar... Ja, normaal helpt dat wel, maar bij deze, ik had echt het idee dat het gewoon alsof ik zeep vast had ofzo. Zelfs met die handschoenen inderdaad kan je gewoon van het stuur af. Dat is helemaal nergens op. Fantastisch. Serieus, ik kwam gewoon met mijn kont gewoon op. Mijn stoeltje was ook kapot aan de achterkant een beetje. Maar dus je hebt nu helemaal geschuurd. Heb je een schuurplek hier? Volgens mij niet. Ook bij je knieën, zie je dat? Ja, daar zit het wel, ja. Maar volgens mij... Oeh, jawel. Haha, ja, ik zie je roze onderbroek doen. Nee. Ja, dit was wel... Ik vond het oprecht leuk. Ja, ik vond het gereed aan. Nee? Nee, eigenlijk niet, nee. Maar ik vond het wel voor het hele verhaal en zo vind ik het wel echt mooi. Ja. Maar ik kom bij die eerste herpin daar zo. Ik trapte dat ding helemaal naar de grond. Ja, ik kon die echt lekker inremmen. Ik kon echt lekker inremmen. Nou, en ik had een lekkere inhalactie op jou, die vond ik echt geweldig. Ja, die zag ik al een beetje aankomen. Ja, dat snap ik. Het waait wel echt gigantisch hard. Ik ben mij voorbij daar. Ik had je nooit verwacht daar. Ik dacht, waar kom jij nou weer vandaan? Ja, oh, toen haalde ik jullie allebei in. Ja, want toen ging jij, Mark, jij ging hier, in die snelle bocht, ging jij hem voorbij. Alleen jullie hadden daardoor allebei zo'n exit. Ja, en ik sleem helemaal goed aan. Ja. Alleen toen kwam ik aan de buitenkant uit. Toen zat ik achter jou. En toen, ja, toen had ik zoveel meer snelheid dan Mark, dat ik Mark gewoon maar een beetje zo eruit doe, zodat ik jou aan de binnenkant kon inhalen. Ja, ik wilde Daniel dus daar zo aan de binnenkant. Ik denk, ik hou hem kort, want anders switch je terug, zeg maar. Ja. Maar toen kwam hij aan de buitenkant en toen zocht ik jou van, oké, waar kom jij vandaan? Want dan kom jij er sowieso natuurlijk ook voorbij. Ja, dat ik zoveel langs had. Ik dacht, jij wilde dat ik meega aan de buitenkant. Ja, jij had zo weinig snelheid door de bocht. Ik dacht van, ik kan eigenlijk makkelijk mee. Ja, ik denk, ik vang je op overwege de bocht, maar... Dat ging anders dan gepland. Oké, ik word uitgedaagd door de baanmedewerker. We gaan een race doen van 3 rondjes. Ben benieuwd.